Referenda zijn in. Steeds vaker wordt erom gevraagd, zoals recent over de vraag of Nederland in de Europese Unie moet blijven. Soms is de roep om referenda succesvol. Zo zijn in Nederland referenda gehouden over de Europese Grondwet in 2005 en over het associatieverdrag met de Oekraïne in 2016. Tegelijkertijd is er kritiek op het referendum als instrument. Tijdens de Nacht van Wiegel in 1999 viel er zelfs een kabinet over. Volgens critici past het referendum niet in het Nederlandse staatsbestel. In deze kennisclip leg ik uit waar die gedachte vandaan komt en waarom desondanks steeds vaker voor referenda wordt gepleit. De Nederlandse democratie is een vertegenwoordigende democratie. En dat betekent dat de Nederlandse bevolking tenminste één keer per vier jaar een nieuw parlement kan kiezen. En dat parlement dat besluit vervolgens namens de bevolking. Artikel 50 van de Nederlandse Grondwet brengt dat tot uitdrukking. Daarin staat: de Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. En nu zijn er verschillende vormen van vertegenwoordiging. Soms is het zo dat degene die een ander vertegenwoordigt alleen maar dat mag doen waartoe die ander de opdracht heeft gegeven. Bijvoorbeeld, u geeft uw vriend de opdracht voor u een fiets te kopen. Dan mag die vriend niet met een auto terugkomen, althans niet op uw kosten. Het vertegenwoordigingsbegrip in de Nederlandse Grondwet is echter een ander. Na de verkiezingen beslissen de leden zelf, onafhankelijk van de wil van de kiezer, hoe ze de belangen van de bevolking behartigen. En ook dat staat in de Grondwet. Artikel 67 lid 3 van de Nederlandse Grondwet bepaalt dat de leden van het parlement stemmen zonder last. Doordat de Grondwet belangrijke beslissingen aan de regering en de Staten-Generaal opdraagt en omdat de leden van de Staten-Generaal, het parlement dus, zelf beslissen hoe zij stemmen, zijn beslissende referenda in Nederland niet mogelijk. Als bijvoorbeeld uit een referendum zou blijken dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking wil dat Nederland uit de EU treedt, dan laat dat onverlet dat de Grondwet bepaalt dat de regering en Staten-Generaal daarover zelf moeten beslissen. De referenda die in Nederland zijn gehouden zijn dan ook raadgevende referenda geweest. Dat wil zeggen dat de uitkomst van het referendum niet bindend is. Voor politici is dat ongemakkelijk. Het is ook moeilijk voor te stellen dat politici de uitkomst van een referendum naast zich neer zullen leggen. Sommige politici zeggen daarom, nog voordat een referendum is gehouden, toe zich aan de uitkomst van het referendum te zullen houden. Volgens sommige juristen is dat in strijd met het verbod van last. Hoewel zo'n toezegging juridisch het Kamerlid niet bindt, legt het parlementslid wel feitelijk zijn stem in handen van de bevolking. Dat klinkt mooi, maar waarom bestaat dan toch steeds die luidere roep om referenda? Daarvoor zijn tal van oorzaken te geven en ik noem er twee. Ten eerste wordt de vertegenwoordigende democratie nu heel anders ingevuld dan vroeger. In 1848, toen voor het eerst verkiezingen waren voor de Tweede Kamer, werd dat vertegenwoordigingsbegrip nogal strikt ingevuld. Kandidaten voor de Tweede Kamer maakten toen niet bekend waar zij voor of tegen waren. De kiezer die stemde op een man waarin hij vertrouwen had. Eenmaal gekozen ging de volksvertegenwoordiger zijn eigen weg. Die tijd is voorbij, en terecht. In de moderne verkiezingsstrijd doen kandidaten verkiezingsbeloftes. En ze worden daarop afgerekend. De kiezer gaat na: heeft mijn Kamerlid zijn beloftes ingelost? En ook politieke partijen voeren forse druk uit op hun Kamerleden. Partijcongressen roepen hun volksvertegenwoordigers op voor of tegen een wetsvoorstel te stemmen. Van verkiezingsbeloftes en dwingende partijcongressen is de stap naar referenda veel minder groot dan vanuit dat 19e-eeuwse vertegenwoordigingsideaal. Ten tweede blijken de voordelen van de vertegenwoordigende democratie niet altijd worden waargemaakt.
Zo bleek bij het associatieverdrag met Oekraïne dat diverse Tweede Kamerleden voor het verdrag hadden gestemd zonder het verdrag bekeken te hebben. Of nog erger, zonder precies te weten wat het inhield. Het kennisverschil tussen de volksvertegenwoordiger en de kiezer wordt zo wel erg klein. Zodat niet langer vanzelfsprekend is dat de volksvertegenwoordiger namens de burger beslist. Kortom, referenda zijn problematisch in een Nederlandse staatsbestel omdat de grondwet bepaalt dat Nederland een vertegenwoordigende democratie is. De toenemende roep om referenda is onder meer het gevolg van een veranderend vertegenwoordigingsbegrip, waardoor de afstand tussen de burger en volksvertegenwoordiger kleiner is geworden. Door betere informatievoorziening ziet de burger bovendien het feilen van de vertegenwoordigende democratie, waardoor het minder vanzelfsprekend is dat belangrijke beslissingen aan zijn zeggenschap worden onttrokken en in handen worden gelegd van het gekozen parlement.